gaat om 120.000 kinderen. En als je dat getal inlaat, ik heb weer een bekeuring. 120.000 kinderen, dat zijn 4.000 volle banen. Ik heb weer een bekeuring gekregen, maar interessant is dat 112 is gebeld en de politie is gebeld dat er een Tesla groen met zelfsturing erop is, dat ik daarin zat en dat ik mijn telefoon in mijn hand heb. Dus de politie krijgt nu hulp van om mensen als mij met een telefoon in de hand zeg maar aan te nemen. Dat is natuurlijk ook naar aanleiding van die rechtszaak die er is, want ik heb inderdaad afgelopen jaar geen enkele bekeuring gekregen. En hij verklaarde ook de politieagent dat ik gewoon op zich keurig reed. Ik deed helemaal niets geks. Maar ik heb dus een aantal mensen geïrriteerd die 112 gaan bellen en die dan op een gegeven moment gaan zeggen van deze meneer rijdt met zijn mobiele telefoon in zijn handen. Wauw. Ja, nou, dat is de eerste keer dat ik gewoon de power van de burger heb ervaren. Dat ik gewoon gepakt ben omdat mensen mij zagen rijden met een mobiele telefoon in de file. En dus dat ging dan even niet door. Maar het leuke was wel, die agent was super aardig. Excuseerde zich over de regels. Wist ook zelf niet zo goed wat hij ervan moest vinden. Maar wist er echt wel heel veel van. En ja, we gaan het zien. Dus ik heb weer een derde bekeuring erbij. Never boring moment.